Nou, Sipke, het waren prijs. Wees net tevreden, mooi. Nee, tuurlijk het. Vreugde, ik geef er eerst op niks. Maar tot Safi ben je tevreden, man. Zoals Bieren dat we hier net te bekeerden. Nee. Dus ja, je moet het, dit hier twee keer van zijn vriend. Dus het is gewoon alles of niks, Jan. Zo simpel is het gewoon. Nou ja, en voel krijg door de kant op. Krijg die liedje fouten die wij maken, die maken hun net. Zij hier gewoon niet erg weinig fouten, nog een opslag weinig misses. En wij hier nog een opslag gewoon te volle misses, omdat wij gewoon weten hoe zij in perk staan. En wij proberen dan gewoon alles te aan. En dat zie je dus hoe het net mooi. Je hebt hem echt gedegen voorbereid op deze finale, hè? Ja, heb ik die. Ja. Maar ja, dit hier net je er in de finale staan in aardelingspartij. Dus ja, je moet je er 100% op. Hoe kan dat? Want je hebt een heel goed kist, hè? Ja, steen weer gewoon, maar dat tred de omloop altijd zoals bieren, smeren, arm tref je een keer en dat soort dingen. Dus tred omloop zit het altijd prekend mooi. En de Arun en Peer Wieken hebben dan nog twee fris gespaard. Nou ja, en als outsider naar de Vreule thuis ik geen probleem, dat vind ik alleen maar mooi. Ja. Dus ja. Maar dat lukt je volgend jaar net weer, want al deze mensen kennen Sjoen, hoe goed dat je hem keert te kennen? Want die ben ik er niet meer, laatste hier voor mij dit hier. Oh, dat is jammer hè? Ja, precies, maar het waren prijs is mooi om, vooral hoe zij keert. Je moet gewoon net door, dat vond ik een kant op. Hier is hem graag weer gewonnen, want je hard hebben hem ook gewonnen hè? Ja, 83. Ja. Maar ja, het is net door, het waren prijs, moeten we maar accepteren, zo simpel is het. Ja, hij is een compleet partuur, zoals Bierum, echt een goed partuur, hè? Ja, die, ik ben gewoon compleet. Wij zijn niet compleet, wij kunnen alles afwisselen, maar ja. Hun die winnen, ze winnen gewoon op en machtig. Maar je hebt via de omloop toch fantastisch in de keert. Ja, heb ik. Maar ja, dit hier in Wijder, al twee keer ademtje in kom, heb ik twee keer verwoond. Dus de druk wordt toch grotendeels bij hun. Ja, dat bouwt niet meer goed, hè? Ja, nou, en dan pakken we ze op een vreugde. Nou ja, dat viel als een overwinning op zich. Dus, en aan de finale focus je 100% op. En dat gaat krek mis. Gefeliciteerd, Jan. Het waren prijs. Fantastisch. Dank je wel. Goed, wint hier de Vreule, wat een partij jongen. Ja inderdaad, het is hartstikke mooi, ja bedankt. Ja, het is, ja ik ben wat eromheen, ik vind het hartstikke mooi. Hoeveel is die? Ik voel me echt heel gelukkig. Hebben jullie de echte Pieter van de Scoortjes gewoon? De echte, dat weet ik niet, want ik ben heel rustig. Ja, hoe cool dat was, Hester Lester, wat daar aan die joh. Ja, nou, ik zeg wat op tv en ik dacht bij mezelf, dat ken eigenlijk net. Ik dacht, ik moet nou rustig blijven, want dan heb je hier een prijs benieuwd en dat is gelukt. Ja, het filmpje van Omroep Friesland, daar refereer je het dat even goed voor die West, om die zelf even in de spiegel te zien van, misschien maakt het los. Ja, inderdaad. Ik heb zelf een blauwe voet. Ik dacht, dat is ik net. Ik schop een zuid in die bank, hoor. En bloedneus. En op, ja, maar dat hier ik op jouw dagen achter komen. Ik weet niet hoe dat is, maar... Nou, is hem nou. Hij doet het goed, Kees. Hij is geconcentreerd echt in best, Judy, hè? Ja, ik echt alles eruit halen. Ja, hij heeft echt geweldige kwaliteit, Pieter. Nou ja. Hij hoeft niet bescheiden te zijn, dat is wel zo, hè? Als hij rustig bloos, dan lekker stiert de Kees, dan gaat het echt goed. Ja, inderdaad. Het gaat hartstikke goed, Judy. En die broer, ja, de twaalf omlopen even, maar de knibbel, hè? Ja, trein op. Ja, ik toch. Dit win je niet meer. Draai. De eerste twijfel bij die, hè? Ja, ik twijfel echt. Ik dacht, nou, misschien kun je weer ophouden. Want hij is blesseerd en hij is al wel. Hij is wel de motor van de tour. Hij is er heel vaak bij als ik net. Als ik er zelf net bij ben. Nee. Want hij is in de tour. Hij staat hartstikke goed uit. Nou, en de klik weer erin. Je hoort met je. Zijn finale. Gong best. Ja, inderdaad. Dus die zat wel nog voor. En toen dacht ik, ja, ik zal te volgen. Ja, toen dacht ik nog dat hij binnen hier, dus toen twaalf bij rond. Maar daarna pakte hij het weer goed op en toen hebben we het gewoon jullie kan maken. Is dit een geweldige leerweek van die West?
Ja, dit is echt de mooiste week in mijn leven, denk ik. Ja, want heb je een tirk het laatste week in. En nu is het wat rijden aan rustig. En nu is de Vreule. Die wist maar één keer, in je leven, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat is hartstikke mooi. Vooral met mijn broer. En mooie Hans van de Veen. Het is natuurlijk mooi om te winnen. Mooi, vooral mooie broer. We hebben van die genoten, Pieter. Ja, gisteren terug en een hele kroon aan snap. Ja, bedankt. Hè. Da-